ik ben er wel klaar voor. Alleen mentaal nog niet. Goedemorgen, het is zondag. De laatste dag van de schoolvakantie alweer. Ik heb vanmiddag een leuke planning. Ik ga daar even met Sarah samen bowlen en daarna gaan we even eten buiten de deur. Dat doen we meestal wel aan het einde van de vakantie om het even af te sluiten. Een beetje onze traditie. Ik heb trouwens die veel te grote sweater aan die ik heb gekocht en daar ben ik heel blij mee. Ik vind het heel fijn dat ik zo'n trui heb. En ik ga nu eerst douchen, even mijn haar wassen. Ik vind het fijn als ik dat nu al gedaan heb. Ik vind dat ik in het licht trouwens echt heel goed zie dat ik mijn haar toch wel een stuk lichter heb dan normaal. Ik vind dat je het niet altijd ziet, maar ik zie het nu opeens zelf heel erg. Ik ga mijn haar dus even wassen, dan heb ik dat gedaan. Ik ben echt naar max 2 keer per week wassen gaan. En dat voor iemand die daar elke dag en soms zelfs 2 keer per dag waste. Maar ik weet hoe slecht dat is, dus dat heb ik afgebouwd. Dus dan ben ik de eerste paar dagen weer klaar. En dan even aankleden en nog even wat in huis rommelen. Want we gaan pas in de middag weg. Aangekleed, nog niet opgemaakt. Ik heb wel even een dikke laag crème op mijn gezicht gedaan. Mijn haar is nog nat, dus dat laat ik gewoon drogen en opmaken doe ik ook zo. Ik heb die trui aan van Warehouse, broek ishi en mijn doenlaarsjes. Ik leef in die laarsjes, I know. Maar ze lopen zo lekker echt, alsof ik op pantoffels loop. En nu even wat nuttigs doen waar ik geen zin in heb. Ik heb een beetje opgeruimd in mijn kast. En dat was oorspronkelijk ook zo. Toen stonden die glazen hoofden daarboven. Maar toen zijn er op een gegeven moment schoenendozen gekomen. Dus nu heb ik het weer omgegooid. En nu staan die glazen hoofden weer daar. En dat vind ik echt 10 keer leuker. Maar dat is best wel veel werk geweest. Want ik moest al die dozen eraf halen en allemaal opruimen. Dus, ben kapot. Echt. Al die dozen heb ik dus allemaal verplaatst en lopen sjouwen en doen. Dus het zijn wel lege dozen, maar ik had echt zeg maar een kleine doos naar een grotere dan een grotere. Dus één doos is vaak 5 dozen, zeg maar. Maar voor alle schoenen die ik heb, nou geloof ik op 2 paar na heb ik de originele doos ook nog bij. Dus als ik ze weg doe of iets anders wil, dan kan ik ze altijd in de originele doos doen. En dat vind ik fijn. Ik heb me opgemaakt. Ja. Mijn haar gedaan. Nou, aangekleed was ik al even. Het zit wel redelijk. En ik ben een boerin. Alleen die half permanent. Maar ja, het moet ik ben een boerin, uit. Hè, je hebt een boerin uiterlijk. En ik ga met Sarah nu naar de Kentucky. En we hebben eten en drinken. Ik heb de pasta guava, die vind ik altijd lekker. Patatjes, kip, mais. En Sarah heeft de tender kip met de patatjes. En nog een sissi en een milkshake. Heel raar. Oh ja, en appelmoes. Ik zit helemaal vol. Echt. Ik heb de laatste week wat minder gegeten. En het was zo lekker. Ik had zoveel moeite om het op te krijgen. En dan denk ik, ik vind het zo lekker. Ik moet dus al het eten. Dus het was echt gewoon proppen. Maar en ik heb eten bijna helemaal op. Jij hebt echt goed en veel gegeten. Je had echt wel een beetje die kipstukken. Normaal zijn ze wel klaar. Maar je had 2 hele grote stukken gekregen. Dus het was echt veel. En je had echt al maar een paar kleine patatjes laten liggen. Dus je hebt echt goed gegeten. Box, broekie. Jeetje, wat ben ik donker af en toe. Terwijl het is echt licht in huis. Maar goed, ik hoop dat het op jullie scherm dan niet zo donker is. Maar goed, ik wilde zeggen aan al het goede komt een einde. Want ik ben Sarah de schooltas aan het inpakken. En morgen gaat de wekker gewoon vroeg. En moeten we gewoon weer naar school. En daar vind ik school hartstikke goed voor door en alles. Maar ik hou zo van vakantie. Dus ik was hier niet aan toe. De vakantie had echt een paar weken lang mogen duren. En niet maar een weekje. Maar goed, gaan we het doen. In april de volgende vakantie weer. Dus iets meer dan 1,5 maand. En dan hebben we weer vakantie. Maar goed, deze is klaar. Ik heb de beker en een bakje gemaakt. Gym heeft ze morgen. De spullen zitten erin. Dus ik ben er wel klaar voor. Alleen mentaal nog niet. Nou, ik vind mezelf zo goed bezig. Gezond snacken. Was ik trouwens helemaal vergeten te vertellen. Het bowlen moesten we voor vandaag even cancelen.
Dus dat ga ik binnenkort doen met Sarah. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Morgen natuurlijk weer vroeg op. Het is 11:40. Dus ik ga in ieder geval op tijd naar boven. In ieder geval op tijd. Voor mij doen op tijd. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat natuurlijk een leuke reactie en een duimpje achter. En dan zie ik je morgen hopelijk weer. Doei doei!